Het eindsignaal is hier. Een uitstekende competitiestart voor de Ajax-vrouwen. Ze verslaan de landskampioen met 1-0 door een prachtige goal van Desiree van Lunteren. Het is pas het begin van het seizoen, maar hoe lekker is om meteen Twente te verslaan? Ja, super. Het is echt zo fijn om zo'n start te maken met meteen 3 punten. We hebben echt gevochten als team. Geeft een goed gevoel. Nou ja, als je kijkt overal de wedstrijd, ik denk zeer verdiend. We hebben heel weinig, misschien wel helemaal niets echt weggegeven. Een paar kleine kantjes. Ja, maar goed, die zitten er tegen zo'n ploeg natuurlijk altijd wel. Dat kun je bijna nivelleren als je kijkt naar de snelheid die ze voorop hebben. En die zijn eigenlijk niet gevaarlijk geweest. Dus groot compliment aan de ploeg. Dan word jij uiteindelijk de matchwinner. Ja, wat een schitterende goal. Ja, dat was een hele mooie goal. Ik kwam naar binnen met mijn rechts en was hij echt helemaal in de kruising. Dus was echt een goede goal. Ja, van deze hoek kan ik dan niet zo super goed zien als hij echt helemaal in de kruising zit. Maar ik was wel aardig blij daarna. Voor mij een wereldgoal. Als zo'n goal bij mannen wordt gemaakt, gaat hij de hele wereld over. Je rent dan eerst naar de bank. Dat feest is mooi, daarna nog naar de trainer. Ja. Kan je eens vertellen waarom? Het voelt gewoon goed. We doen het echt als team. En het is gewoon fijn als je ook de staffen bij betrekt. Dat is andere jaren misschien ook nog iets minder geweest. We zijn nu echt veel hechter met elkaar. Het seizoen is nog heel lang, maar wat zegt deze eerste zegen nou? Nou, dat we op de goede weg zijn. En dat we deze lijn heel graag door willen trekken met elkaar. En dat het seizoen nog lang is, ja, dat weten we. Maar dit geeft wel een enorme boost naar de groep. Want je bent 4, 5 weken, 5,5 week bezig. Ja, en als dan zo'n wedstrijd komt, dan moet je er klaar voor zijn. Hè. Dat hebben we verleden jaar wel eens over gehad. Van, dan moet je echt klaar zijn. Nou, ik zie nu wel een aantal dingen waarvan ik denk van, hier kunnen we verder mee. En natuurlijk is niet alles top, nog. Maar in hoofdlijn zijn we wel aanwezig willen.